Hallo beste kringloopbezoekers en welkom bij mijn rubriek Stof op de Naald. Nou, voor vandaag gaan we het weer over lekker oldschool dingetjes hebben en wel weer op het computerspelletjesgebied. En waarom? Nou, ik heb Red Dead Redemption, het laatste spel wat ik gekocht heb ik uitgespeeld. En we zijn weer eens een keer bezig gegaan met Assassin's Creed Origins. Die had ik nog in de kast liggen. En ook ik vind het af en toe om even te ontladen, het ontzettend fijn om in de huid te kruipen van een in dit geval Egyptische rebel. Die met zwaard en boog en wat niet al, zeg maar, de Macedonische en de Romeinse legers te lijf gaat om zijn volk van de onderdrukking te redden. Zo, dat is een hele mond vol. En het is de ultieme manier om iemand de London look te geven. Get the London look. Nou, hier, wat zei ik? Ik denk dat Rob de Nijs wellicht ook op zo'n manier aan het spleetje tussen zijn tanden is gekomen, maar het is maar een hypothese natuurlijk. En het is lekker om je natuurlijk in zo'n hele wereld te begeven. Maar de werelden zijn ook groot, hè. Zoals je hier op deze kaart ziet. Je moet nogal wat doen. Met 1, 2 uurtjes ben je niet klaar. Nee, dit is een spel. Daar gaat minimaal wel een uur of 40, 50 in zitten. En daar heb je niet altijd zin in. En daar heb je niet altijd tijd voor. Dus dan kom je alweer snel op de Super Nintendo gebied. Bijvoorbeeld wat ik voorafgaand behandeld heb. Op het retro gamen uit. Er zitten een paar voordelen aan, zoals ik al zei, je zit niet met laadtijden, weet ik veel wat. Je kan gewoon, hup, cassette erin steken en hartstikke idee, de boel doet het. Dat is natuurlijk hartstikke prettig. En zoals ik ook al liet zien in een vorig filmpje, af en toe is er ook Chinese makelij, wat net zo goed werkt, maar wat gewoon echt 10 tot 20 keer zo goedkoop is. Zelfs in zo'n hoedanigheid, tot ik laatst nog een 101 cassette voor de Super Nintendo heb gekocht, inclusief verzenden €22,5 of zo. En het is natuurlijk omdat het in feite maar, omdat het tegenwoordig helemaal geen ene fluitenkruid meer voorstelt aan het aantal bits en bytes als je het vergelijkt met een PlayStation 4 of Xbox One spel. Ja, dan kan je ook een heleboel op zo'n cassette kwijt. En dan heb je niet één spelletje, maar dan heb je 100 spelletjes uit je jeugd. En ze zullen niet allemaal even fantastisch zijn, maar voor 2 tientjes, hè, zullen we niet klagen. Dus dat is allemaal leuk en aardig. Dus ook ik als casual gamer ben gespeend van beide. Gewoon wat ik hier in de kast heb staan. De oude vertrouwde PlayStation 4 bijvoorbeeld. Hè. Je ziet de Super Nintendo daarnaast. Daaronder heb ik nog de PlayStation 3, voor die ik ook voor PlayStation 2 games kan gebruiken. En voor DVD's te kijken. Dus I'm covered, zo gezegd. Maar dan kom je in de winkel weer iets tegen, hè, wat binnenkomt dat je denkt van, hé, dat is nog weer van een tandje eerder. En wat is het? Dat is in dit geval de MSX. En misschien komt die naam jullie bekend voor. Het filmpje over de repro-cassettes heb je al een spelletje daarvan gezien. Waarvan ik zei van, dat is een oud MSX-spelletje. Maar ja, goed, die zag er een beetje crappy uit. Maar op zich was dit, wat ik tenminste ook op internet en zo de filmpjes ervan zie, is dit best een goed systeem. Ze hebben zelfs versies van Street Fighter 2 en Final Fighter ook op zitten, die nog best redelijk zijn ook. Dus nou, toch nog wel een krachtig apparaatje voor zijn tijd. Let wel, dit kwam voor de Nintendo 8-bit nog uit. Hè? En dan moet je aan de jongelingen, de jeugd van vandaag misschien nog wel eens uitleggen hoe dat nou precies zat vroeger. Kijk, we hebben nou bijvoorbeeld, het is vooral Xbox en PlayStation en Nintendo snoept ook nog een handje mee. En dat zijn de consoles van vandaag de dag. Maar, dit zal begin jaren 80 spul wezen. Man, dan had je de wereld aan rommel. Je had natuurlijk de MSX, je had de Commodore 64. Atari had nog ik weet niet hoeveel versies op de markt. En daarnaast had je nog ColecoVision bijvoorbeeld. En iedereen wilde graag een graantje meepikken van die nieuwe hype wat computerspelletjes was. Dus er was nogal wat te kiezen en het was ook lang niet allemaal even je dat. Maar, wat ik al zei, van waarom ik wel nieuwsgierig was naar deze was, omdat, wat ik ervan gezien heb, zag er eigenlijk best goed uit. Dus, er zaten 2 spelletjes bij. Ik zal denken van, laten we hem eens aanjassen en kijken of het wat is. En dit is hem dan, de MSX, in dit geval gemaakt door Toshiba. Maar meerdere bedrijven hebben zich aan dit apparaat gewaagd destijds. Een snoer zonder aarde, ik zit in de woonkamer, dus dat maakt gelukkig niet al te gekke veel uit. Maar een antennekabel, ik heb een hekel aan die dingen. Dan moet ik weer achterklungelen bij die televisie. Hoe zat dat ook alweer? Sommigen hadden een blokje, anderen niet. Kijken of we het een beetje voor elkaar kunnen krijgen. Gelukkig zat er wel een joystick bij. Ziet er niet al te best uit, maar knopjes voelen allemaal nog goed. Hij beweegt nog goed. En het uiteinde lijkt haast of het gesmolten is, maar hey. Het uiteinde is net als van een Sega 8-bit. Dat is grappig. Even kijken. Ja, dan moet hij een joystick 1 dan maar. Zo, die zit. En we hebben hem nou helemaal geïnstalleerd. Kijken of we een spelletje kunnen doen.
En we gaan kijken naar Space Rescue. Nou, ik vind het hoesje sowieso al helemaal te gek. Op de achterkant iets met Decent from the Mothership. Nou ja, het lijkt een beetje op ja, een ruimteschietspelletje. Prima, hartstikke leuk. Eens kijken hoe die gaat. Dus, nou, vol goede moed. Wat? Hè? Huh? Wat? Ja, cassettebandje. Hier? Nee. Hè? Maar, waar zit die dan? Huh? Nou ja, blijkt het dus tot het ingang waarvan ik dacht tot er spelletjes erin moesten. Dat is meer een ingang voor bijvoorbeeld ja, cassettes zoals deze, met van die pinnetjes. Maar wat blijkt nou? Hier zitten alleen cassettebandjes bij. Hier, eentje, die kan nog wel eens zelf gemaakt zijn ook. Dus ik kan dit helemaal niet spelen. Wat blijkt, ik heb helemaal over het hoofd gezien tot deze kabel er nog bij zat. En ik dacht van, hé, dat is een audiokabel, hè? Die steek je erin en dan heb je geluid. Maar nee, het is heel anders als we dit apparaat omdraaien dan, ik dacht dus video-audio. Maar hij moet in de cassette recorder, zoals je zo meteen, kijk, daar hebben we hem, de cassette recorder. Dus, wat blijkt, ik heb hier nog een cassette recorder bij nodig. En, jawel, die heb ik dus niet. En ja, zo zie je maar. Ik heb er dus helemaal niks aan. Zonder dat cassette ding wist ik veel. Nou ja, ergens in het achterluikje. Hè? Ik had ook wel vriendjes die hadden soms wat oude spul staan. En ik weet nog wel dat je spelletjes had op floppies. Hè? Van, en dat bedoel ik geen diskettes, maar echt van die slappe floppies. Nou, diskettes daarna natuurlijk. Hè? En dat je vele manieren had van spelletjes. Maar ik was helemaal vergeten. Dat je dat soort dingen dus ook op cassettebandje had vroeger. En wat natuurlijk heel wonderlijk is. Een analoog product wat dan digitaal wordt omgezet. En... ja, het is vandaag de dag vind ik het nog steeds wonderlijk van hoe je een computerspelletje op een cassettebandje zet. Eigenlijk interessante materie. Maar ja, zulke interessante materie goed en wel. Ik heb er niks aan zonder die cassettespeler dus. En nou, die ga ik niet bij je halen. Hè. Dit was meer om even ja, jullie ook te laten zien. En om al mezelf even een leuke middag te bezorgen. Van nou, even kijken naar wat oude spelletjes. Maar dat zit er dus niet in. En dat komt ook natuurlijk als je kijkt... ik ben begonnen met de Sega 8-bit. Dat was echt een spelcomputer, hè? Net als de Nintendo en zo. Maar dit waren eigenlijk meer thuiscomputers met spelmogelijkheden. Wat ik ook al liet zien. Er zit gewoon een printeringang in. Je kan er nog meer dingen. Je kan, ja, het is natuurlijk ook het toetsenbord, net als met PC-gaming. En waarschijnlijk moest je dit met een ROMs en weet ik van wat, kon je misschien ook wel je eigen spellen erop maken. Het was een, nou ja, eigenlijk meer een thuiscomputer waar je spelletjes op kon doen, dan daadwerkelijk een spelcomputer. Dus ik heb wel gemerkt dat voor mij persoonlijk is dit en af en toe is dat nieuwe spul gedoe. Dit nog meer dus. Dus ja, tot, je zou zeggen dat je aan de console alleen al genoeg hebt, maar dat bleek dus niet zo te wezen. Dus voor mij persoonlijk... zal dit geen succesverhaal worden om ook daarmee te bezigen. Wat goed is, want dat scheelt natuurlijk weer in mijn portemonnee. Want ik kan nog wel eens bevlogen zijn van leuke dingetjes. En, dus nou, kan ik mijn geld elders spenderen. Nou, dat was het voor deze aflevering. Hartstikke leuk dat jullie keken. Vind je het leuk wat we hier doen op social media, dan please like en subscribe. Volg natuurlijk ook de kringloop op Facebook. En schroom ook niet om lekker te komen winkelen bij ons aan de Trekvaart 33 Thijsselmuiden. Of je spullen in te leveren aan de Oslo-kade nummer 1 in Kampen. Nogmaals, hartelijk dank. Tot de volgende keer. Cheerio! Get the London look.